U bent nu in de Byzantijnse kapel van Nijmegen. Mijn naam is Paul Baars. Ik ben een van de kosters en ik zal iets over de geschiedenis van deze kapel vertellen. De kapel is gebouwd in 1934 als kapel bij het zusterklooster van de congregatie van Johanna de Lestonac. Een Franse congregatie die zich met onderwijs bezighield. En er waren dus ook hele grote onderwijsgebouwen rond het klooster, rond de kapel. De zusters die werden steeds ouder en zijn rond 1980 weggegaan. Het complex is toen een tijd gekraakt geweest, maar de zusters die hechten er enorm aan dat het als een gebedsruimte in stand bleef en hebben daar de kapel gegund aan de katholieken van de Byzantijnse ritus. Dat zijn een soort katholieken die wel onder de katholieke kerk vallen, maar de liturgie vieren op oosterse, op orthodoxe manier. Die katholieken hebben toen de Byzantijnse kapel anders ingericht op een oosterse manier. Ze hebben dus de beelden eruit gehaald en iconen, dat zijn religieuze afbeeldingen van heiligen en feesten, hebben ze erin gehangen. En tussen de altaarruimte en de rest van het kerkgebouw hebben ze een iconostase geplaatst. Dat is een band van iconen die de mensen moet helpen om te bidden. En ook een onderscheid maakt tussen de geestelijkheid die achter die iconostase bidt en het volk wat in de kerk blijft. Maar deze iconostase is laag en dat wil dus zeggen dat er geen absolute scheiding is, maar dat de hele gemeenschap liturgie viert, de geestelijkheid, samen met het hele kerkvolk. Deze iconostase is geschilderd door Henk Schoonwater. Dat is een Nijmeegse iconenschilder die helemaal gegrepen was door iconen die hij aantrof in de katholieke illustratie. Hij is toen zelf gaan schilderen, autodidact, en zijn vrouw is iconen gaan borduren, die we later nog kunnen zien. Henk is al lang gestorven, maar zijn iconostase doet nog steeds dienst. Bij die oosterse inrichting hoort ook het altaarruimte, daar gaan we nu naartoe. Je ziet hier de altaarruimte met het altaar. 1 meter bij 1 meter bij 1 meter, met daarop een zevenarmige kandelaar, wat iets is wat uit de synagoge komt. Ook hier iconen van Henk en daarachter de prachtige kersticoon, zijn laatste icoon die hij geschilderd heeft, naar Russische voorbeelden. Daarvoor, onder de kersticoon, staat nog het altaar van de zusters met de reliquie van de zusters erin. En dat wordt nu ook gebruikt als voorbereidingstafel. Dus ja, zo ziet u dat deze altaarruimte op een bepaalde manier nog steeds ecumenisch is. Maar geleidelijk aan kwamen er steeds meer gemeenschappen in onze kapel bij. Het begon een kleine 30 jaar geleden met de Servisch-Orthodoxe parochie die als huurder in onze kapel kwam. 20 jaar geleden kwam de Russisch-Orthodoxe parochie erbij en 2 jaar geleden de Grieks-Orthodoxe parochie. En we moesten natuurlijk een rooster maken waarin de diverse parochies, de 3 parochies, elkaar afwisselden. De ene zondag Russisch, de andere Servisch en de zaterdag Grieks. Tussendoor hebben we ook nog een protestantse huurder gehad. Die vierden dus ook in de kapel. Die zetten hun avondmaaltafel gewoon hiervoor neer voor de iconostase. En deden de viering zoals ze gewoon waren. Het moet een bijzondere ervaring voor hun zijn geweest om als protestanten in een hele Oosterse kapel gebedsdiensten te houden. De Serviërs zijn onlangs vertrokken. Die kunnen nu elke zondag vieren in een katholieke kerk in Haalderen bij Nijmegen, dorp. En de protestanten zijn verderop in de straat naar een veel grotere kerk gegaan, de Maranatenkerk. Dus nu hebben we de Grieken en de Russen nog over. De Byzantijnen zijn steeds kleiner geworden, hebben geen vieringen meer.
In een westerse kerk staan banken. Die hebben er ook niet altijd gestaan. In de middeleeuwse kerken waren geen banken. Maar later kwamen er zowel in katholieke als in protestantse kerken banken. Het werd als het ware een beetje een schoollokaal, zeg ik dan een beetje kritisch. Maar omdat we dus nu orthodoxe huurders hebben, hebben we het een beetje aangepast. Dus we hebben de helft van de banken hebben we eraf uitgehaald en de helft laten staan als een soort compromis. Nog iets over de iconen. Veel iconen die we hebben zijn reproducties, wel van hele mooie oude iconen. Maar we hebben ook echte iconen volgens traditionele regels geschilderd. We staan nu voor een De Jezus. De Jezus is een combinatie van drie iconen, namelijk in het midden Christus, rechts Johannes de Doper en links de Moeder Gods Maria. En dat is een combinatie die u vaak in orthodoxe kerken tegenkomt, ook met name in de iconostase. Nou, tot slot hebben wij nog maar een hele mooie icoon van Catherine Schoonwater hier even neergezet. Catherine was de vrouw van Henk Schoonwater en zij borduurde iconen. En dit is dus een kersticoon ook. En die iconen van Catherine worden erg hoog aangeslagen. Goed, tot zover deze kapel. Wil ik nog iets vertellen tot slot over hoe die echte iconen hier gekomen zijn? Niemand weet hoe die iconen van Rusland in Nederland zijn terechtgekomen. Het kan zijn dat vluchtelingen ze hebben meegenomen. Het kan zijn dat de communisten uit de Sovjet-Unie het verkocht hebben. Die hebben veel religieuze kunst verkocht. Misschien zijn ze zelfs gesmokkeld. Maar ze zijn in ieder geval terechtgekomen in het bisschoppelijk museum van het bisdom Haarlem. En de eerste katholieke Byzantijnse priester van deze kapel, pater Zacharias, die heeft ze daar gewoon weggenomen onder zijn arm. En als ze dat zei hij, ja, ik heb ze in Nijmegen nodig. Daar kwam hij toen mee weg. Nu zouden de alarmbellen van het museum afgaan. Maar hij kwam er mee weg. Maar het is nu keurig geregeld. Ze zijn eigendom van het Katharijnenconvent in Utrecht. En wij mogen ze in bruikleen gebruiken.